Nou, die ateliermeiden van hiernaast, die gaan weer aardig de keer op het dak. Het is mij een raadsel waarom af die kalver altijd zo leven moeten maken. Ik zeg, het is mij een raadsel waarom die meiden zo te keer gaan. Zeg ik. Hey! Jacques! Wat hè? Hé! Zei je wat, Jos? Ja, ik zei. Ach, maar dat mocht. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Ik was even ingedommeld. Ik was even ingedommeld. Man, je lag te ronken als een motorboot. Oh, Sjors. Oh, ik heb gedroomd. Wat gedroomd? Ja, ik droomde dat er boven op het dak een heleboel mooie meisjes aan het dansen waren. Van die hele korte... Dat zei je toch juist tegen je, dat zijn die meiden van die naart. Oh. Ach, man. Kom dan met je bed uit. Nee, dat kan ik toch niet? De Doris moet mijn pantalon nog oppersen. Het is zijn beurt. Ja, en het is jouw beurt om de eieren te koken. Ja, niet dat ik dat zo leuk vind, hoor. Want je kan er mooi niks van. Wat? Nee, man. Kijk, jij hebt het niet in je vingers. Oh, nee? Nee. Jij denkt maar als je zo'n paar eieren in een pan kwakt, dat het in orde is. En dan ga je met je afwezig gezicht uit het keukenraam naar die meiden boven kijken. Dat had je gedroomd? Nee, jij hebt ervan gedroomd. Nou ja, dat is allemaal zo erg niet hoor. Maar wij krijgen eieren van beton op tafel. Nee jongen, daar heeft zo'n kip zijn best niet voor gedaan. Kijk, zo'n eitje, dat heeft je verzorging nodig. Eerst het water laten koken en dan het eitje op een lepel en dan heel zacht in het water laten zakken. En dan meteen op de klok kijken, want dat moet op de seconde hoor. En dan 3,5 minuut laten koken. Zo doe je dat. Maar jij zwiept die eieren met een reuze zwaai in de pan. En niet alleen dat we een eieren zo hard als een bikkel op tafel krijgen. Maar dan hangen er al van die uitgekookte, vieze kwabbeltjes aan. Eieren koken, daar kan je mooi niks van. Ja nou, het is goed hoor meneer de Prater. Dan doe je het voortaan maar zelf. Nee, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe. We hebben afgesproken, we zouden met z'n drieën in het huis houden. Ja nou en? Nee, niks erin. Nou ja, dat gaat heel behoorlijk om de beurt kokenstof zuigen en sokken stoppen. Dat gaat heel aardig. Maar eieren koken? Nee jongen, daar kan je niks van. Nou ja, het is goed, hou maar op. Jij met je eieren. Ik wou dat mijn broek maar klaar was. Dan kon ik er tenminste uit. Waar zit Doris eigenlijk? Bij zijn duiven natuurlijk. Doris! Hey, Doris! Kom naar beneden, ouwe duivenmelker. Je moet je huishoudelijke plichten nog waarnemen. Ja, je moet mijn pantalon nog even oppersen. Wat? Dat je mijn pantalon nog even moet oppersen. Ja, kom er dan hoor. Klein beetje geduld alsjeblieft. Die broek van jou die kan wel wachten, maar mijn duiven die gaan mooi voor hoor. Allemaal goed en wel. Maar al die tijd ben ik mooi bedlegerig. Ja, nou, hij moet eieren nog koken. Hé, eieren koken? Jongen, daar kent hij toch niks van. Kijk, dat heeft hij niet in zijn vingers, hè. Moet je luisteren. Eieren koken, dat moet je met gevoel doen. Je neemt een lepel met een eitje en dat laat je lekker in het warme water. Ik heb nou wel verteld. Maar jij die broek moet oppersen, anders krijgen we helemaal niks te eten. En dat moet je gewoon 3,5 minuut laten koken. Maar weet je wat hij doet? Hij knalt die eieren met een knoert in die pan en dan barsten ze. Daar is er om vragen. En buiten het feit dat ze barsten, komen dan allemaal van die vieze kwabbersen aan. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben gek op eieren, maar kwabbersen, daar moet ik helemaal niet. Word je nog een broek geperst? Ja of nee? Jazeker. Daar was ik net mee bezig, maar ik was even bij mijn duiven. Mama, door en door gebrand. Je vellen hangen erbij. Het zit onder de knie.
Als ik het naar boven de knie afknip, dan heb je er altijd nog een lekker kampeerbroekje aan. Ik ga nooit kamperen. Oh nee? Nou, je weet niet wat je mist, joh. Kamperen is wat leuk in de open lucht, lekker vleesjes bakken. Maar ik ga niet kamperen. Hij moet eieren koken. En als jij nou zijn broek staat... Hey! Wie zegt jou dat ik niet ga kamperen? Ja, zo is het ook nog een keer. Als de jongen wil gaan kamperen, is dat zijn zaak. Moet jij je er toch mooi niet mee bemoeien, hoor. Maar ik heb niet gezegd, hij mag niet kamperen. Ik heb gezegd, hij gaat niet kamperen. Hoe weet jij dat ik niet ga kamperen? Nou, dat zei je er net zelf. Je zegt zelf, ik ga nooit kamperen. Ja, nee, maar dat wil nog niet zeggen dat ik alsnog niet kan gaan kamperen. Zeer juist, en daarom, als je nou toch gaat kamperen, dan heb je tenminste een lekker kocht kampeerbroekje. Ik ga nooit kamperen! Nou, jawel, dat zei je er net ook, maar toen zei hij, dat was doorheen... Nou, hou jou op, man! Jullie halen als domme garen, krijg er een punt op van. Het gaat er niet om of die ja of nee gaat kamperen. Het gaat er niet om of hij het recht heeft om te gaan kamperen. Het gaat er niet om of hij voor mij wordt tot zijn honderdste gaat kamperen. Het gaat erom dat... Wanneer hij een keertje gaat kamperen, dat hij dan tenminste... Nee, dat wij op onze eieren staan te wachten, om jij die broek staat te verbranden, omdat je steeds bij je duiven zit. Hé, broer, kom niet met je kluiven aan mijn duiven. Wat, man, ik kom niet aan je duiven. Ach, waar ga je nou naartoe? Eieren koken. Eieren koken. Ja, waar ga jij naar heen, joh? Weet ik veel? Kamperen! Maar jongens, laat me nou niet zo alleen hierachter. Moeten we nou zo uit Malkanden gaan? Sjoors! Oh, Sjoors! Ja, Sjoors, ik zal die eieren wel voor je koken. Sjoors, hoor je me? Ja. Sjoors, je moet niet zo tekeer gaan tegen me, jongen. Als jij zo tegen me tekeer gaat, dan schiet ik helemaal. Oh ja, je moet je kamperen. Nou, het is toch zeker leuk, kamperen. Nou ja, ik bedoel eigenlijk, Sjoors, dat ik er eigenlijk helemaal niet mee bemoei. Sjoors. Ben je nog boos, jongen? Nee, hoor. Sjoors! Sjoers is niet meer boos, maar ben jij nog boos? Ach, nee! Nou, nee, maar zolang die broek van mij wel, je weet wel, die gestreden voor feesten en partijen, dan kan je dat korte broekje altijd nog een keer gebruiken. Maar heb eens het lef. Heb nou eens het lef om nog één keer te zeggen kamperen. Ik ga nou kamperen! Wie zegt er nou dat hij moet gaan kamperen? Snap je dat nou? Nou, hier, heb je nou je zin? Hoogwater te Scheveningen. Dan ga nou weer een beetje emmer over die broek, wil je? Jij hebt makkelijk praten, jouw broek is het niet. Nee, het is de mijne. Jongens, laten we nou alsjeblieft ophouden. We staan maar een klein beetje bek te vechten tegen elkaar. En dat komt alleen maar voort uit het feit dat we maar geen vrouw hebben om ons te verzorgen. Een vrouw? Ja, laten we het beestje maar rustig bij de naam noemen. Een vrouw. Ja, inderdaad. We zijn van het principe uitgegaan dat we zelf het huis zouden doen. Geen vrouwenhuis. Nou ja, behalve mevrouw van der Laan dan. Onze hospita. Ja, mevrouw van der Laan die telt niet mee. Nee, een hospitaal telt niet mee. Nou, je maakt hem ook wel mooi, hoor. Nee, maar zonder gekheid, jongens. Kijk eens, daar valt wel natuurlijk wel eens een woordje bij ons. Hè? Daar valt wel eens een woord, maar kijk eens ons. Kijk eens even wat hier staat. Hè? Drie knotsen. Drie bonken. Zo vrij als een vogeltje in de lucht. Drie oude toffe jongens, daarbij vrijgezel. Drie paar oude stramme benen, maar verder gaat het wel. Drie oude toffe jongens, van buiten wat dan diep. Drie oude toffe jongens, met harten vol muziek. Met z'n drieën, 220 jaar, staan we voor ieder geintje klaar. Niks is ons te mal, we komen overal. En zonder dat er meisjes zijn, is het bal. Drie oude toffe jongens, daarbij vrijgezel. Drie paar oude stramme benen, maar verder gaat het wel. Drie oude toffe jongens, van buiten wat. Oude toffe jongens, met harten vol muziek. Deze
deze heer hier is pas gepensioneerd. Hij hier in Delft afgestudeerd. Deze waarde heer, die werkte nooit een keer. Ik heb van mijn hele leven nooit een vak geleerd. Ik heb hier geen subtropisch instituut. Zo. Zo, mijn heren. Is de vrijgezellenclub compleet, hè? Eindelijk. Eindelijk tref ik dan de drie onschuldige hartjes eens bij elkaar, hè? Altijd als ik om de huur kom, is er net toevallig eentje niet thuis. En dan krijg ik steeds te horen, ach, wat spijt me dat nou, mevrouw van der Laan. Maar George is er niet. Of Jaak is er niet. Of Doris is er niet. Maar zodra die komt, zal ik het er met hem over hebben. Oplichters! Maar dat is afgelopen. Vanaf de dag van vandaag. Centen op tafel. Kom op. Kom op, centen op tafel, zeg ik. Hier zo. Allee, gauw. En vlug een beetje, hè? Ja, zie je, dat moet ik hebben. Ja, zie je, dat is goed, jongens, dat is goed. Ja, wat is dat? Kijk, Sophia Loren in bikini. Boah. Mooi stelletje heb ik in mijn huis. En wat een troep of het hier is. Kijk eens eventjes. En daar ben ik ingetippeld. Die beter had moeten weten. Drie oude zindelijke heren zoeken woonruimte. Ook genegen om zelf de huishouding te verzorgen. De stof ligt er duimen dik bovenop. Hier, kijk maar hoor. Maar ook daar komt verandering in, mijn heren. Nou heb ik eens een advertentie geplaatst. Wat? Een advertentie, waarom is dat? Ja, daar kijken jullie van op. Ja. Een advertentie uit jullie naam. Ja, waar heb ik dat ding nou hier? Alsjeblieft. Gevraagd. Een net vrouwspersoon om drie oude zindelijke heren te verzorgen. Drie oude zindelijke heren, dat zijn wij dat... Stilte! Behoorlijke omgeving. Vijfdaagse werkweek en hoog loon. Hoog loon. Wat moet de warm betalen? Nee, dat hebben we niet. Zeg jongens, daar gaat onze AOW. Stilte, zeg ik. Ja, goed. Kan me niet schelen wie van jullie het betaalt. Ik heb er nou schoon genoeg van. Er komt hier in huis een grote recreatie. Nee. Nee, een re-incarnatie. Nee. Een re-organisatie. Juist, re-organisatie. Vanaf de dag van vandaag. Centen op tafel. En voor jullie rekening een huishoudster om de boel te verzorgen. Mooie afleiding. Mooie afleiding. Karel! Ja, lieverd. Karel, zijn er al dames op de advertentie gekomen? Ja, lieverd. Drie stuks. Ik heb ze maar even in de hal laten wachten. Heel goed, Karel. Laat ze dan maar één voor één binnen, hoor. Ja, lieverd. Hup, Karel. Een beetje vlot, Karel. Zet hem op, Karel. Zet hem maar aan, hoor. Zo. En nou jullie op de sofa. De sofa? Waarom moeten wij... Op de sofa. Ga zitten, zeg ik, op de sofa. Ik moet jullie toch op zijn voordeligst verkopen, niet? Nou, veel valt er niet aan jullie goed te maken. Daar gaat je, hoor.
Ja? Yeah? Ja. Yeah. Dat heb je weer, hoor. Karel, achter me aan, jongen. Lekker vlot uit, jongen. Met de matte klompen. Juffrouw Alida! Van... Oh, God. Nog even terug, Karel. Verslaat het al, dit is toch niet met mij doen het mens heet? Wat is het dan belang? Heb je geen belang? Ja, dat wordt een beetje thuis wat ik zeg. Zeg het maar even vlot, hoor, Karel. Juffrouw Alida van de winkel. Van de winkel, nou. Goed, laat de juffrouw maar binnen en ga jij maar weer aan je werk, Karel. Ja, lieve. Yeah. Ja, Karel. Hou je maar daar, joh, Karel. Komt u maar binnen, hoor, juffrouw Alida. Nou, zo op het eerste gezicht deed het hier wel een soppie nodig. Nou, ik ben blij dat u dat het eerste ziet, hoor, juffrouw Alida. Dat betekent dat u hard voor uw werk hebt. Oh, werken ben ik wel gewend, mevrouw. Bij ons op de boerderij moest ik de koeien trok nog bijmelken. Zo, komt u van buiten? Ja, en nou is je binnen. Ja, eigenlijk vond mijn vader het niet goed dat ik in de stad ging werken. Maar toen las hij in de krant advertentie waarin stond dat het hier om drie zindelijke oude mannetjes ging. En toen vond hij het goed. Werd ik vragen, Bol. Waar heb u ze? Waar heb ik wat? Die drie oudjes. Oh, juist. Daar zitten ze. Zijn het geen schatjes? Oh ja, het lijkt me wel een paar lieverd. Duitse is leuk, met een witte haar. Een Duitse, dat is ook een schatje. Jullie hebben chance, jongens. Maar we staan er vooruit. Die kan ik niet zo goed zien. Kom eens tevoorschijn, meneer Doris. Kom. Oh, nee! Wat een gemeen voorkomen. Dat is nou precies het type dat mijn vader nog voor gewaarschuwd had. Meid, zei die meid, kijk uit voor mannen met de zwarte snor. Die duigen niet. Oh, nee! Voor hem ben ik eens te dood. Vader! Nou, we hebben een pluim over. Ja, lieverd. Laat de tweede binnen, Karel. Ja. Wat ja? Ja, lieverd. Daar gaat hij op. Nou, hier hebben we er gehad. Ja, de eerste ronde is voor ons. Help eens weg voor de tweede ronde. Let op, jongens. Ping. Daar komt hij, hoor. Die gozer loopt met de sjouwen de hele dag. Juffrouw Kopa. Hij is weer vergeten. Maar niet zo hoog heeft hij maar de rekening. Hij gaat het eerst helemaal uitgebreid aan vragen. Juffrouw Koba, Distel. Distel. Waar zijn die drie oude knarren? Nou. Mooi stelletje oude kreukelaars. Smerige troep ook. Hé, hey, zus. Wie ben jij? Ik ben, ik ben... Laat maar zitten. Nou, zo te zien moeten jullie nodig eens in de revisie. Waarom is dat nou? Slecht op de banden. Slecht op de banden, noem je dat? Nou. Hier en daar een deukie. De kap wordt ook al een beetje dun. De stof is ook niet meer in je dart. Jij moet je motor eens naar laten kijken, broer. Daar zit een reut al in. Nee, zus. Ik heb het alweer gezien. Voor mij geen handel. Opzij, oud winkel. Karel, opzij, jongen. Afstoffen. Nou, dat was kort en krachtig. Ja, heel kort. En zeer krachtig. Klaar voor de derde en laatste ronde, mannen? Karel! Karel weer. Ja, liever. Ja, liever. Nummers drie, Karel. Nummers drie, liever. Hupsakee, Karel.
vlot huisje, hoor, jongens. We zijn er bijna doorheen, mannen. Ja. Zeg, bij ons geen vrouw in huis. Jongens, het idee alleen al. Karel! Karel, kom dan, joh. Zeg, roepen we. Horen we nou nog wat? Yvonne van Wiebelenburg. Van Wiebelenburg? Nou, Karel, laat maar binnen wiebelen, hoor. Where are the boys? Zitten! Nou, zitten. Deze eindelijke reden om te gaan staan, moet je gaan zitten. Heeft u het commando hier? En bent u een hulp in de huishouding? Nou, nee. Ik ben eigenlijk een hulp in een bar. Maar de dokter die heeft me verandering van lucht voorgeschreven. Zo? Ja, en toen dacht ik, drie oude zindelijke mannetjes. Waar zijn de knulletjes? Dag, Dotte. Nou, het lijken me wel een paar liefhebbers. Zeg, generaal, wat betaalt deze betrekking eigenlijk? Oh, dan moet je bij hun wezen. Het is voor hun rekening. Dan wordt het link. Van die komen we niet zo gauw af. Jongens, luister even. Laten we 20 piek in de week bieden. Nee! En als dat een ja zegt, waar halen we dan die 20 gulden vandaan? Nou, dan moet hij zijn duiven maar verpatsen. Mijn duiven? Over mijn lijk niet. Juf, 10 piek. In de week? Ja, met de kost. Ja, dat is zo. Zonder spraak. Ja, ze bedoelen per persoon, hoor. Nee. Liever. Dat zou dus betekenen 30 gulden in de week. Maar hondjes, dat heb ik alleen al nodig voor mijn nylonkousen. Nee, voor mij is het niks. Ik kruip maar weer achter de bar. Dag, stukjes Delfts blauw. Oh, dag. U kunt het commando wel weer overnemen. Hé, dag, prentenboek. Jou ken ik. Ben je hier ook in de kost? Jazeker. Jou heb ik wel eens voor de kist gehad. Nee, dat kan niet, want ik kom nooit. Wees en waarachtig wel. Je had toen nog van die hele verhalen tegen me. Van dat je vrouw je niet begreep en zo. En dat je het zo moeilijk had bij haar. En je zei ook nog tegen me. Geef me een zoen, dan krijg je een paar oorbellen. Hé, kijk me nou eens goed aan. Yvonne, uit de jockeyclub. Is dit, Nou, ik geloof dat je vrouw staat te poppelen om enige opmerkingen te plaatsen. Sterkte, jochie. Zo, Casanova. Begrijpt jouw vrouw je niet, hè? Nee, je begrijpt het verkeerd. Dat heb ik tegen die giet ook allemaal gezegd. Vooruit, de gang op. Ik heb met jou een klein stukje te verhapstukken. Ja. Begrijp je dat? De gang op, zeg ik je. En voor jullie zoek ik wel een andere oplossing. Ja. Nou, het gevaar voor vrouwelijke invasie is tenminste voorlopig geweken. Nou, als er nou nog iemand mocht twijfelen aan de juistheid van ons standpunt, is hij nou wel voor goed genezen, zou ik denken. Ja, jongens, ik zal jullie wat vertellen. Zolang een vrouw een man niet kan onderhouden, mag een man niet aan trouwen denken. Zo is dat. Ik heb jou dus nooit begrepen, hè? En je hebt het zo moeilijk bij me, hè? Alsjeblieft. Een beetje in de scherven staat het dan zo. Ja, maar liever. Noem me nooit geen liever meer. Stiekem mijn baar lopen, schuifmarcheerde. Ja, ik vind het toch jammer voor Karel. Dit is zo'n kalme, rustige jongen. Ja, stil even langs. Dan krijg je een paar oorbellen. Ik draag toch geen oorbellen. Dat had hij ook nooit mag gaan beloven. Die geeft je geen oorbellen. Ik kan je me misschien even uitleggen waar ik dat allemaal aan te danken heb, hè? Jij doet al. Oh, je grote mond. En nog een beetje babbeltjes ook. Altijd heb ik je de vrije hand gelaten. Sterkte, jochie, zei ze. Jochie. Iedere week heb ik je een vrije avond gegeven. Ik dacht, die man moet ook wat hebben. En wat heb ik? Een verlopen kamervuurderij met drie oude taaien die nooit betalen en de hele boel laten verpieteren. En na veel moeite en onkosten ben ik er eindelijk in geslaagd dat zijkamertje aan een mannequin te verhuren. En
eindelijk, een aardig meisje. Ik dacht, zeg jongens, wisten jullie dat ze dat kamertje aan een mannequin verhuurd? Stil, 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 stil. Die net aardige juffrouw heeft 14 dagen ook al niet betaald. Zo'n geld kan ik er ook nog bij hebben. Maar het is afgelopen. Ik heb schoon genoeg van jou, van die 3 mislukte museumstukken. En ik heb schoon genoeg van die net aardige juffrouw. Ik ga die giet gelijk de huur opzeggen. Karel, ruim de schermen van op. Ja, lieverd. Nou is dat kind aan de beurt. Ga mij even laten. Ja, maar zachtjes, jongens, zachtjes. Wel zachtjes zijn, hoor. Ja, doet u eens even open, juffrouw. Oh, bent u het? Hoe maakt u het? Ik maak het fijn. Maar ik wou nou graag mijn centen hebben. Ja. De moeilijkheid is... Mevrouw, ik wil geen moeilijkheden. Ik wil geld. Maar aan uw gezicht te zien, heeft u geen geld. Nee, mevrouw. Mooi. Dan verlaat u binnen een half uur dit perceel. Begrijpt u dat? Ja, maar ik weet niet waar ik heen moet. Ik heb geen betrekking. Niks mee te maken. Binnen een half uur. Begrepen? Ja, mevrouw. Psst, jongens, mevrouw Van der Waal, ga naar de keuken, denk ik. Mannen, laat me er eens even door. Wat ga je nou doen? Even met mevrouw Van der Laan praten. Maak nou geen slapende honden wakker. Wat maak ik niet wakker? Geen slapende honden wakker maken. Kijk nou man, er is geen hond in huis. Jij met je al die rare verhalen. Dat bedoelt hij toch niet? Slapende honden. Laat mij nou maar even gaan. Dan moet je nou niet mee. Jij nou weer? Heb ik niet genoeg aan mijn hoofd? Och, mevrouw Van der Laan, ik dacht bij mij, ik heb toch niks om handen op het moment. Misschien kan ik mevrouw Van der Laan even helpen met de afwas. Kijk, zoiets kan me Karel nou nooit uit zichzelf gezegd hebben. Hè? Als ik daar iets van gedaan moet hebben, moet ik altijd eerst schreeuwen. Karel! Ja, liever. Ach, verdwijn! Ja, liever. Ik houd dat niet meer uit. Mevrouw Van der Laan, in wezen is natuurlijk Karel een heel aardige jongen, maar ja, als je zo jaren met elkaar getrouwd bent, ik voel dat wel. Dat is het niet, meneer Doris. Maar vroeger, toen was die heel anders. Toen droeg hij me als het ware op zijn handen. Maar nou, ik ben een vrouw, meneer Doris. Een vrouw. Het is misschien niet netjes dat ik het zeg als vrouw zijnde. Maar ik droom soms van een vent die me wat verwent. Zo een die zegt, blijf jij maar even zitten. Dan doe ik gouden trap en krijg je een bordje pap. Zo eentje die mijn tuintje om zal spitten. Ik droom soms van een vrouw die me wat verwent. Zo een die zegt, blijf jij maar even zitten. Mot je een bordje pap, als je klaar bent met de trap. Zo eentje die niet altijd loopt te fitten. Maar het is altijd hetzelfde lied. Zo een bestaat er niet. Ik droom soms van een vent, die het leven kent. Die mij doet snakken naar het ongewisse. Die wat hardhandig zoemt, met zijn snor mijn wang afboemt. Zo eentje die op zondag niet gaat vissen. Ik droom soms van een vrouw die het leven kent. Die op een rijtje kinderen wil passen. Die niet haar wang afboemt als ik er heb gezoend. Zo een die zegt, ga jij maar klaverjassen. Maar het is altijd hetzelfde lied. Zo een bestaat er niet. Maar het is altijd hetzelfde lied. Zo een bestaat er niet. Karel! Ja, ruim de
met scherven. Ga eens even zitten. En ik maar lijmen en ik maar lijmen. En als ik dan de hele boel aan elkaar geplakt heb, dan begint ze weer opnieuw. Karel! En nou, vloep. Vloep? Wat nou vloep? Vloep. Dan brak er hier wat bij me van binnen. En wat had ik dan? Ja, weer scherven natuurlijk. Ja. Weer scherven. En nou zeggen ze, scherven brengen geluk. Ja. Maar als er hier van binnen wat bij je gebroken wordt, dat lijm je niet zo even met die. Nee, ik ken er zo moeilijk bij, hè? Zo is het, zo is het. En weet je wat het is, Doris? Kijk, als je nou een vaas breekt, die waren, of een bul, of zoiets dergelijks. Hè? Nou ja, dat lijm je wel, hè? Dat versier je wel weer, hè? Maar inwendige breuk, dat is veel erger. Veel erger. Maar daar staan de vrouwen niet bij stil. Nee. Moet je sigaartje? Ja. Ja, heb jij vuur? Die doe maar. Ja. Hier. Kijk. Die denken maar dat een man van steen is. Dat is helemaal geen gevoel hebben. Maar. Ogenblik. Maar je doet je best om ervan te maken wat er van te maken is. Je kan er niet altijd. Zeg, Karel, dit is voor jou. Belasting. Kijk, en nou zeggen ze, wij zijn het sterke geslacht. Dat zeggen ze. Ja. Maar de vrouwen, die maken misbruik van onze zwakte. Ja, en daar zijn ze reuze sterk. Ja, inderdaad. Weet je wat ze ermee bereiken? Nee. Ze jagen ons de deur uit. Zeer juist. En weet je waar naartoe? Ja, dat is jockeyclub natuurlijk. Onder andere. Ja, onder andere. Hé, hey, wat is dat nou in? Wie is dat? Dat is mijn leverancier. Goeiedag. Doe jij even open. Dag meneer. Ja. Ja, kom nu. Wijnkelder heb je. Ja. Bedankt tegen meneer. Ja, bonnetje, ja. Karel, even tegen. Ja, en de deur dicht doen voor dat moeite zien. Zo. Ja. Hij is er niet zo. Word jij een lekker sigaartje? Nou, graag meneer. Aardig. Hey. Weet je wat het is, hoor? Op mijn vrije dag, hè. Buiten de deur, dan amuseer ik me wel. Ja. En dit is voor de andere 6 dagen. Ja, dat dacht ik wel. Karel! Ja, lieve! Heb je nou opgeruimd? Ja hoor! Ja! Dat is nou wat ik net tegen je gezegd heb. Karel, dient je nou. Daar heb ik het nou net met je over gehad. Maar het zit mij langzamerhand tot hier. Rustig blijven nou, Karel. Ik heb er schoon genoeg van. Niet opwinden, Karel. Niet schoon genoeg van. Gewoon rustig blijven. Niet rustig. Jongen, waar ga je nou naartoe? Ik ga een stapper maken. Ga je dat nou wel echt wel doen? En wat voor een stapper? Ze zien mij vandaag niet meer terug. Maak nou geen brokken, Karel. Karel, maak geen brokken. Doris, laat maar eens even door. Wat nou weer? Ik moet even 4 eieren gaan koken. Vier? We zijn toch met z'n drieën? Nee! Juffrouw Marietje lust ook wel een eitje, voortaan worden het er steeds 4. Juffrouw Marietje. Nou, mooi huishouden hier. Wie is nou weer Juffrouw Marietje? Eén klontje of 2 klontjes, Juffrouw Marietje? 1 klontje graag, meneer Jur. Ja, mannekwijn moet altijd om de lijn denken. Inderdaad, meneer Jur, dat is van het grootste belang. Nou, en nou even iets anders. Nou wou ik even een paar technische dingen met u bespreken. Kijk, zolang als u geen betrekking hebt, wilt u wel tegen kosteninwoning bij ons het huishouden doen. Ja, meneer Jors. Laat dat meneer nou weg. Zeg nog maar gewoon Jors tegen me. Goed, Jors. Zo is het beter. Zo is het beter. Oh ja, en nou nog iets, wou nog iets zeggen. Kijk, die lange uitgedroogde kleerhanger die je ontmoet hebt. Dat is Sjaak. Echte zuurpruim. Ik vond meneer Sjaak heel aardig. Nee,
Op het eerste gezicht, kind. Oh. Op het eerste gezicht, maar begrijp je. Het is een stiekem kat in het donker knarpen, hoor. Ik zal oppassen, Jurs. Sam! Een paar lekkere boterhammetjes. Met lekker botertje. Lekker jammetje. Een Leidse kaasje. Boterhammenworstje. Een lekker botertje. Zo, alles bij de hand. En nu nog even de eitjes en een theetje. En dan kunnen we eitjes doen, Jurs. Zoals ik al zei, op het eerste gezicht is hij heel erg aardig. Maar hou hem in de gaten, hoor. Zeg, in die andere... Die heb ik nog niet gezien, hè? Vindt hij nou wel goed dat jullie me zomaar hebben aangenomen? Die heeft niks goed te vinden. Die heeft helemaal niks te vertellen. Oh. Kijk eens, en dan erbij. Als het in stemming komt, is hij toch in de minderheid. Ja, maar ik zou het niet leuk vinden als jullie vriendschap eronder zou lijden, nee. Och. Wat heet vriendschap tussen drie van die oude jongens? Nee, kijk, het is veel mooier, begrijp je. Vriendschap van een ouder man met meer ervaring. Ervaring die de jeugd mist met een aardig mooi jong meisje. Zo, en hier zijn de eitjes en het theetje. Kom, kindertjes, aan tafel. Ja, ik zit al, hoor. Oh, was je er al? Ja, ik was er al, hoor, stinker. En vertel eens even... Hoe is dit gesprek? Mag ik ook een stoeltje benutten? Ja. En hoe is dit gesprek met mevrouw van der Laan afgelopen? Dat is allemaal heel best afgelopen, maar ondertussen schijnt er hier nogal iets gebeurd te zijn. Hè? Ja, kijk Doris, toen jij in de keuken was, kwam Marietje door de gang en ja, toen... Ja, en hebben wij Marietje voorgesteld, zolang als ze geen betrekking heeft om bij ons te huishouden... Mijne heren, dames. Los van het feit dat ik natuurlijk niks tegen de persoon van mijn juffrouw Marietje heb, wou ik mijn geachte kamergenoten er wel even op wijzen dat wanneer er in een combinatie van drie een vierde wordt opgenomen, er wel degelijk door de drie voorgaande vernoten overeenstemming dient te heersen. Ja. Te wezen. Althans, bereikt dient te zijn. Niet waar, hè? Jawel, maar... Al zo concluderende wou ik even vaststellen dat een door twee aangegaande vernoten belofte zonder een gesprek met de derde niet bindend is. Ik herhaal, niet bindend is. Derhalve moet ik mejuffer Marietje hevig teleurstellen in zaken haar gedachten omtrent eventuele indienstreding in genoemde combinatie. Aanvullend zij vermeld dat mijn houding in deze hoofdzakelijk wordt bepaald door de laaghartige en funzige wijze van conversatie van mijn zeer geachte kamergenoot de heer G met mejuffer M op de S. Op de wat? Op de S, op de sofa. Oh, ja. De ondertoon in zijn gesprek aangaande zijn bloedgabbers, de heren D en J, was wel van die aard dat ik hier maar één woord voor kan vinden. B. Wat is B? Barst. Nou ja, jammer. Altijd zelf het huis zouden doen. Is ook zo leuk, niet? Maar ik heb kloof in mijn vingers van het aardappelletje. Ja, niet meer. Ik kan zakken stoppen. Wat kan je ook? Zakken stoppen. Nee, niks mee te maken. Niks. Komt allemaal niks van in. Bevalt mij persoonlijk hier best op de manier zoals het nou in dit huis zou gaan. Laten we dat even vaststellen. Oké, je bent aangenomen. Hoera! Karel! Karel! Ik heb het je alles meer gezegd. Mijn vrouw begrijpt me niet. Waar zit die vent nou toch? Karel! Weet je wat het is? Ze is zo moeilijk. Hoe lang ben je nou al zonder werk? Een half jaar. Nou ja, maar er zat toch wel ergens een baantje te krijgen, hè? Ach, baantjes genoeg. Maar er is maar één ding wat ik wil. Daar had je het net wel. Manicure. Ja, manicure. Dat was... Ja? Nee. Manica, Manica. Oh, wat lijkt het nog bij Manica te zijn, Manica. Manica is zo goed voor je houding. Zo goed voor je lijn, je schouders naar achter, je neus en de wind. Door een ieder bewand, door de mannen vermint. Manica, Manica, Manica. Manneken, manneken, manneken. Manneken, manneken, manneken.
heb een jaar gestudeerd, ik heb alles geleerd. Voor manneke. Het was wel heel zwaar, een dieet van een jaar. Voor manneke. Toch deed ik het graag, al knorde mijn maag. Want manneke, manneke. Schouders naar achter, je neus in de wind, door een ieder bewonderd en vurig bemind. Mannekein, mannekein, mannekein. Mannekein, mannekein, hoe wat lekker bekijkt, mannekein, gezicht. Mannekein, mannekein, is zo goed voor je. Ben je gewond? Nee. Oh, nee. Nou, wees houden op met dat gebeuren. Wat is er gebeurd, mevrouw van der Land? Karel is weg. Wat? Hoezo weg? Nou, hij kan toch maar niet zo verdwenen zijn. Heeft u wel overal goed gekeken, mevrouw van der Land? Zijn jas is weg en zijn hoed is weg. En hij zegt anders altijd waar hij naartoe gaat. Nou, hoe kan hij dat nou doen? Nou. Ja, zo'n lief, zachtzinnig mens. En zo hartelijk. En zo hartelijk. Dat woord mag best even vallen hier. Laten we dat even vaststellen. Zachtzinnig, lief en hartelijk. Natuurlijk, er valt wel eens een woordje, hè, mevrouw van der Land? En er vliegt wel eens een huishoudelijk voor. We hebben de lucht niet, hoor. Hè? En mevrouw van der Land, die roept wel eens tegen Karel. Karel, roep je wel eens, hè, mevrouw van der Land? Allemaal onbelangrijk. Die zijn allemaal niet belangrijk. Eén antwoord op de vraag is belangrijk. Houden deze mensen van elkaar? Hm? Dat is de belangrijke vraag. Als je mij persoonlijk vraagt, houden deze mensen van elkaar? Dan zeg ik ja. Ja, zeg ik dan. Hé, hey, die mensen houden van elkaar. Ja, ja. Die mensen zijn aan elkaar verbonden. Geklonken. In één gestrengeld. Verbonden door een eet. Een dure eet. Ja, wie denkt er nou aan eten? Ik heb het niet over eten. Ik heb het over een eet voor het leven. En daarom had Karel een doodweg mogen gaan, jongens. Had Karel niet mogen doen, mevrouw van der Land. Ja, maar het is nog niet gezegd dat hij weg is en weg blijft. Ja, dat is helemaal niet zeker. Nou ja, jullie denken dadelijk maar het ergste. Ja, zo is het. Er kan eigenlijk best een ongeluk gebeurd zijn. Nou ja, dat bedoel ik niet, mevrouw van der Land. Jongens, al die trammeland die komt alleen door die nare griet uit de jockeyclub met de oorbellen. Geef me een zoen, dan krijg je een paar oorbellen. De Jockey Club. Karel! Karel! Nou, daar heb je wat moois uitgehaald. Dat is een huwelijk vernietigen wat jij doet. Nee mannen, de zaak ligt anders. Ik zou je wel vertellen, vrouwen, dat is het niet hoor. Ik bedoel, zo heb je ze beet en vloep, weg ben je. Ja, en toch wat koken betreft. Ja, en... Jij bent een viespeuk, laten we dat even vaststellen. Laten we dit even goed vaststellen. Natuurlijk is het zo, een wereld zonder vrouwen, dat is niet denkbaar. Maar denk je eigen nou eens in, dat er een wereld was zonder vrouwen.
Wat zouden we dan hebben? Onze rust! Onze rust, dat woord, dat wou ik nou alleen maar eens eventjes horen. Ja, Marietje, dat geldt niet voor jou, hoor. Jou vinden we schat. Nee, jou vinden we lief. Ja, maar wat heet lief? Ze is in zo'n mond. Je bent een vies, hè? Dat heb ik net al. Het is wel goed, schatten. Zeggen jullie maar gauw waar de stofzuiger staat. Dan kan ik met mijn werk beginnen. Nou, dan... Blijven jullie nou zitten waar staat het? In de gangkast. Ja, maar steek dan het licht op. Ja, meid, anders krijg je het mouwenplankje op je neus, hoor. Komt goed. Oh, jongens, ik moet je eerlijk bekennen. Ze is lief, hoor. En zo vrolijk. Want ze is zo op... Je bent een vieze. Kom, ik ga een plaatje opzetten. Ja, dan ga ik even de koffie zetten. Ja, dat is goed, vieze. Dan ga ik even naar mijn duiven. Dan zal ik jou eerst even helpen de koffie te malen. Dat is een goed idee. Ik ken niet weg, ik zit bij mijn duiven. Wacht maar jongens, ik doe wel even open. Marietje. Waar kom je vandaan? Uit Australië. Sydney. Sydney. Kom gauw binnen. Piet. Marietje. Uit Australië. Sydney. Sydney. Marietje. Uit Sydney? Ja, Australië. Oh, maar heb je ze leren zoenen? In Sydney? Nee, in heel Australië. Oh, ik wil ook naar Australië. Oh, daar kom ik je verhalen. Over 3 dagen gaat mijn boot. Dan ga ik weer terug naar Sydney. Morgen wil ik meteen met je naar mijn ouders in Den Bosch. Den Bosch? Ja, dat ligt in Brabant. Piet. Marietje. Charles. Charles. Doris! Yeah. Ja, Marietje! Wanneer is dat? Wat hebben we nou? Hey, wat is dat voor een vrije? Dat is Piet. Piet? Uit Sydney. Dat ligt in Australië. Ja, daar gaan Marietje en ik naartoe. Hey, wacht eens even, vrije. Nou hebben wij net een half uur een gezellige, leuke huishoudje, zeg maar. Niet, hè? Dan komt hij ons even vertellen. Nee, we gaan naar de bond. Ik heb vrouwen die... Ja, moet jij ho, wacht nou eens eventjes. Marietje, wie zijn dit? Dit zijn mijn allerbeste vrienden. Georges, Jacques en Doris. 3 schatten van mannen waar ik heel veel van ben gaan houden. En die heel goed begrijpen dat een meisje, als ze van iemand houdt, graag zo gauw mogelijk met hem wil trouwen. Ja, en dat is met Piet. Juist, met Piet. Mijn eigen Piet. De eigen Piet uit Sydney. In Australië. Ja. Kangaroo. Al begrijp ik best dat jullie me als werkgevers eerst toestemming moeten geven om jullie zo gauw weer te verlaten. Ja, als de zaken zo staan. Ja, ja. Schoon, ik had het liever. Je bent een vieze, dat heb ik. Ja, ik begrijp wel, het komt natuurlijk allemaal een beetje onverwacht, maar mag ze meteen mee? In 3 dagen gaat de boot en we moeten dan naar Piet zijn oude lui in Den Bosch. In Den Bosch? Ja, in Den Bosch, dat ligt in Brabant. Ja. Nou, Marietje, dan wens ik je goede reis. Jammer, maar... Ja, Marietje, dan zeg ik ook maar... Liever... Ga weg, je bent een vieze. Ga weg. Je bent een vieze. Nou, bedankt voor de medewerking. We komen nog een dag zeggen voor we weggaan. Dag, schatten. Doedeloe. Doedeloe. Het was te mooi om waar te zijn. Ik hield van dat kind. Alles wat zo mooi is, duurt zo kort. Je bent een vieze. Je bent een gewone vieze.
Mannen, al met al zijn we weer precies waar we begonnen zijn. Vrouwen? Nee. Nou. Hadi, jongens! Waar komen jullie vandaan? Zeg, wat heb jij gezeten? Was die in de jockeyclub? Ja. Ja, in de jockeyclub. En toen kwam ze binnen. En toen gaf ze me een zoen. Ja. En toen kreeg ik een paar oorbellen. Oh, wat een mooie. Wat een mooie. Ja, en nou gaan we heerlijk Chinees eten. Hè? Mijn druif. Ja, mijn leeuw. Oh, de leeuw van Vlaanderen. Hup, Karel. Toedeloe. 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 Is dat wat, jongens? Is dat wat? Waarom laten die vrouwen ons niet met rust? Hè? Een uur geleden leefden we nog volkomen in pijs en vree. Ik zat lekker gezellig bij mijn duiven. Jij was je piepers aan het schillen. Ja. Hè? Hij was al zijn eitjes bezig. Ja. Nou goed. En plotseling, als een cycloon, ineens vijf vrouwen dwars door ons leven. Vijf? Ja, vijf. Het begon met die drie huishoudens. Nou, hou op alsjeblieft. Ja. En toen hij verder met mevrouw van der Landen dacht. Ja, maar dat is nou toch goed afgelopen? Ja, het is goed afgelopen, maar het grijp je toch inwendig aan als mannen alleen zijnde. En toen, jongens. Die als een dachtelveulen naar binnen komt trippelen en met de eerste de beste groenzoeten naar het buitenland gaat. Naar Sydney. Naar Sydney. In Australië. Ja, naast de deur. Nee. Jongens, dat had ze ons niet aan mogen doen. Nee. Nee? Nee. Die klappen kennen wij niet meer verdragen. Zo'n kind weet van niks hoor, dat doet ze in de onschuld. Ik wil er niks van zeggen hoor. Maar die, zo'n peut die kennen wij niet meer verdragen, jongens. Nee. Zou ik het vertellen? Ik ben 10 jaar niet bij een dokter geweest. Ik weet zeker als ik maandag naar een dokter toe ga, dan zegt die jongen, prima body, niks van te zeggen, maar ja, de leeftijd, een beetje rustig, nee. Geen emoties. Had ze dus nooit mogen doen. Dat is niet goed voor de tikker, jongens. Niet goed voor de tikker, niet goed. Sjaak, had ze niet mogen doen. Nee, het werd ineens een beetje leuk toen zij er was. Ja, het was net of het zonnetje ging schijnen. En nou is het weer rot weer. Elke man heeft van zijn leven zo'n vriendinnetje gehad. Zet hem! Maar hij heeft veel van meer gehouden. Kan ik dat ruiken dat die oude plaat erop staat? Wat is dat nou? Jij komt altijd langs die jukeboxen tent. Had er een gezellige nieuwe plaat meegenomen. Hé, had je dat best kunnen doen? Stel eens je jovelo rock'n'rollers. Toffe jongens, daarbij vrijgezel. Drie paar oude stramme benen, maar verder gaat het wel.